In 1995, toen ik 12 was, kregen wij thuis centrale verwarming. Ik kan me goed herinneren, geen ijsbloemen meer, ook bovenwarm, mooi. En daar had dit debat moeten eindigen. Niet bij de cv-ketel van mijn ouders, maar bij het feit dat elk huis in dit rijke land warm hoort te zijn in de winter. En hier staan we dan in 2023 in ons rijke land, waar steeds meer mensen moeten kiezen tussen koken of stoken of beide niet. Zijn mensen de vorige winter met angst en beven doorgekomen? En zijn mensen nu alweer bang voor de komende koude maanden? En gisteren werd ik gevraagd of ik dit debat even over kon nemen. En ik was dit 's avonds aan het voorbereiden en eigenlijk tussen gisteravond en nu merk ik gewoon, en ik denk dat de minister dat ook merkt, dat het me gewoon heel erg kwaad maakt. Dat we hier staan in 2023 met een dreiging dat 1 miljoen mensen in armoede komen. En het maakt me kwaad om het feit dat zoveel mensen in die situatie zitten, niet omdat het een natuurramp is, maar omdat het gevolg is van het falen van de heersende politiek. Dat we in 2023 een debat moeten hebben over energietoeslag komt omdat er jarenlang de verkeerde politieke keuzes zijn gemaakt. We hebben geen zeggenschap meer over energie. De belasting op energie voor huishoudens zijn veel hoger dan in andere landen. Huizen zijn te vaak van slechte kwaliteit en we wekken te weinig duurzaam op. Allemaal het gevolg van politieke keuzes en politiek getreuzel, waardoor een grote tegenslag, zoals de hard gestegen energiekosten, meteen een aanslag wordt voor mensen die al te veel politieke klappen hebben gevangen. En vandaag hebben we het over de energietoeslag, omdat we eigenlijk niks structureel goed oplossen, maar alles via toeslagen. En tegelijkertijd moeten we zorgen dat die energietoeslag er nu heel snel komt. En dat er nu een snelle oplossing nodig is voor die acute nood is duidelijk, maar laten we het dan ook meteen goed doen. Moeten we de groep die hier recht op heeft niet vergroten? Vragen wij nogmaals aan de minister. Want we hebben hier in eerdere debatten ook voor gepleit. En vakbond FNV riep ons gisteren op om alle huishoudens met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum dit recht te geven. En juist deze groep tussen 120% en 150% komt nu voor heel veel regelingen niet in aanmerking. Terwijl de Nibud-cijfers laten zien dat deze groep ook vaak knel zit. En wil het kabinet willekeur tussen gemeenten voorkomen? Want je adres bepaalt immers niet of je je rekening kunt betalen. En voorzitter, nog steeds is er veel onduidelijk over jongeren en studenten. De rechter heeft in sommige plaatsen geoordeeld dat studenten wel recht hebben op energietoeslag. Maar is het voorstel wat er nu ligt daarvoor ook toereikend? Want het sluit ook groepen weer uit. Kan het kabinet garanderen dat gemeenten met veel studenten niet alsnog ook zelf in de knel komen? En waarom zijn jongeren tot 21 jaar met een laag inkomen opnieuw uitgesloten, ook als hun ouders hen niet kunnen ondersteunen? Voorzitter, de grootste groep zal met deze energietoeslag zeker worden bereikt. Maar er blijft een groep over die er wel recht op heeft, maar het niet krijgt. In een eerdere ronde hielpen SP-hulpdiensten overal in het land mensen die het zelf niet lukt om een aanvraag te doen. En we merken dat het nog steeds voor veel mensen gewoon ingewikkeld is. Maar we merken ook dat mensen de overheid wantrouwen en bang zijn voor de aanvraag van toeslagen. En voorzitter, we weten allemaal helaas hoe terecht die angst is. En wat gaat het kabinet doen om mensen die recht op hebben ook hun rechtvaardig deel te geven? Voorzitter, ik begon met dat ik me kwaad maak over dat we in een rijk land zoveel armoede kennen. Of voor mensen die graag turven, bestaanszekerheid. Maar misschien maak ik me nog wel veel kwader over de laconieke manier waarop veel mensen daarop reageren. Voorzitter, de afgetreden premier Rutte sprak bij de Hofbar over die dreiging van 1 miljoen mensen in armoede. En zijn letterlijke woorden, ik citeer letterlijk, dat heeft gewoon te maken met de dynamiek van de economie, dat kun je niet veranderen. Dat kan en dat moet wel. Als we niets veranderen, dan is de volgende grote tegenslag elke keer opnieuw een aanslag. Op elke keer dezelfde huishoudens. Vijf concrete voorstellen, voorzitter. 1. Net als in andere debatten blijft de SP pleiten voor het verhogen van het minimumloon en de uitkeringen. Wat ons betreft naar 16 euro per uur. 2. We pleiten voor lagere inkomstenbelasting tot een modaal inkomen. 3. Verbeter en verduurzaam de slechtste woningen. Pak dit collectief aan. Verlaag de huren van de meest
onzuinige woningen en vervang zo snel mogelijk het enkel glas. 4. Verlaag de energiebelasting voor huishoudens door een verhoging van de energiebelasting voor de grootste vervuilers. En 5. Pak de zeggenschap over energie terug. Maak energie publiek en schoon. Voorzitter, tot slot. Armoede is geen tegenslag, maar een aanslag. Laten we deze toeslag snel en goed aan een grote groep uitkeren. Maar laten we vooral de komende weken een fundamenteel debat voeren over hoe we dit structureel meer kunnen oplossen. Wij hebben een voorzet gedaan met 5 concrete voorstellen. Dank u wel. Heel goed.